Gianluca Nijholt, voor het eerst sinds een tijdje weer terug op het veld bij NAC. Ja, inderdaad. Even op mijn beurt moeten wachten, 3 wedstrijdjes, maar ja, ik ben er weer. Okay, wat doet dat met je als voetballer? Want ik begrijp dat jij gewoon heel graag wil spelen. En als je toch een aantal weken aan de kant gehouden wordt, doet dat iets met je motivatie? Doet dat iets met je vertrouwen? Ja, met motivatie niet. Kijk, natuurlijk, op het moment dat je hoort dat je de volgende wedstrijd niet gaat spelen, dan is het logisch dat je even een tikje krijgt, laat ik het zo zeggen. En dat het niet leuk vindt, maar ik heb dat snel van me afgezet en ben keihard blijven werken, de dingen die ik deed op training en proberen om snel weer terug te komen. En het heeft 3 wedstrijdjes geduurd en ik ben er. Ja, dat keihard werken heeft zich denk ik vanavond mooi uitbetaald. Je hebt een aantal hele mooie passes gegeven, zelfs bijna dicht bij een doelpunt geweest. Hoe kijk je zelf terug op de wedstrijd? Heb jij neergezet wat jij neer wilde zetten om te laten zien wie Nijholt is? Nou, de trainer kwam voor de wedstrijd naar me toe. Hij zei: ik wil meer gif in de ploeg hebben. We hadden wat goed te maken naar aanleiding van de 2 nederlagen afgelopen 2 wedstrijden. En ik denk dat we als team zijn dat gebracht hebben. Ik denk dat we in de duel zaten. We probeerden eerste kwartier, 20 minuten, proberen de tegenstander af te jagen. Ik denk dat dat bij Vlaag prima gelukt is. En dat we een echte fighting spirit hadden, om het zo maar even te zeggen. En ik denk dat we mijn steentje daarin bijgedragen hebben, denk ik. Top, dat denk ik dat wij dat als supporters ook goed hebben kunnen zien. Over het de spirit in het team. Ik zag op een gegeven moment Verbeek echt een signaal maken naar de rest van het team om het allemaal een beetje op te jutten. Maar net voordat hij gewisseld werd, hij gaf daarin ook het goede voorbeeld, was lekker fel op de bal. Waarom werd hij ineens gewisseld? Ja, compliment aan Beekje, maar ook aan de andere jongens. Laat dat duidelijk zijn. We hebben denk ik een goede pot neergezet. Ik denk dat hij gewisseld werd. Ik ben er niet boven geweest, maar ik denk dat hij wat last had, denk ik. Dat hij daarom om een wissel vroeg. Maar zeker durf ik dat niet te zeggen. Dus dat weet ik wel. Okay, hij kwam hier net wel de catacombe inlopen met de opmerking: ik ben helemaal kapot. Dus zou inderdaad goed kunnen. Dan is dat De eindfase van de wedstrijd. We krijgen in een minuut tijd eigenlijk nog 2 doelpunten te zien. Ik stond hier al beneden. Kun jij even uitleggen wat er precies gebeurde? Er kwam een vrije trap vanaf de zijkant. En we letten niet goed op. En we lopen niet meer en hij valt binnen. En gelijk vanaf vanaf de aftrap komen we weer in balbezit. En spelen we goed de counter uit. En er was een grote ruimte op het veld. En waardoor we de 3-1 maken. En dan ga je toch wat een beter gevoel naar huis toe dan dat het 2-1 moet. Ja, dat sowieso natuurlijk. Met de voorsprong ging je natuurlijk ook al lekker de rust in. Is er in de rust nog iets door Marinus gezegd waar jullie nog meer on edge stonden in de tweede helft? Want ik vond de tweede helft, de opening, eigenlijk nog wat sterker dan de eerste helft. Nee, de trainer heeft gezegd hoe we de eerste helft begonnen zijn. Zo moesten we ook beginnen de tweede helft. Gewoon vol agressie en vol erop weer. En alsof het weer 0-0 is en de wedstrijd weer naar je toe trekken. Ik denk dat we heel veel mogelijkheden en kansen hebben gehad. Maar dat het ontbrak aan de doelpunten. Want ik denk dat we schoten en kansen en voorzetten echt heel veel gecreëerd hebben vandaag. En ik denk dat dat heel positief is naar aankomende weken. Ja, zeker. Aankomende weken. Ik neem aan dat het vertrouwen goed gegroeid is. Gaan wij Nijholt de komende wedstrijden gewoon standaard in de basis tegenkomen? Ja, wat mij betreft wel. Moet je even aan de trainers overlaten. Maar ik denk wel dat ik de volgende week weer insta. Ja, dat hopen we allemaal. Geniet van de avond en van de overwinning. En bedankt weer. Dankjewel. Heel goed.